Oké, okay, hallo allemaal. Vandaag eventjes weer een video binnen. Sorry daarvoor. Maar eigenlijk wilden we vandaag de video uploaden over het Dodaas op Snoek deel 3. Maar ja, één probleempje. Lucas en ik die hebben weer zitten blanken. Nou, natuurlijk gaan we dat niet de hele tijd uploaden. Maar wij willen jullie wel eventjes een paar tips geven voor wat je nou in de winter moet gebruiken voor Snoek. Er zijn veel speculaties over wat je nou wel en niet moet gebruiken. En dit zijn wat tips van ons. Dus ik zou zeggen, we gaan maar gewoon beginnen. Oké, jongens, wat je natuurlijk nodig hebt voor het snoeken in de winter is niet alleen je kunstaasdoos vol met jerkbaits, maar pak ook dozen vol met swingbaits en met pluggen, zoals dit bijvoorbeeld. Wees vooral niet te zuinig met het kunstaas wat je meeneemt. In de winter kan de vis kieskeurig zijn. Natuurlijk kan de vis altijd kieskeurig zijn. Maar wat je wel in de winter merkt is dat je met heel snel bevist kunsthaas, zoals dit. Het is een, ik weet niet, een eigen boutje, die heeft iemand een keertje gemaakt. Maar het heeft best een goede actie, maar je moet het heel snel binnendraaien. Voordat je echt een goede actie hebt. En wat ik meestal merk is dat ik dan met een trager kunsthaas, je met een rapper of een cyberbait of een buster of zo, dat ik daar eigenlijk veel beter mee uit de voeten kom, omdat je die veel gecontroleerder kan vissen. Hier heb je natuurlijk genoeg weer. Hier, Super Freddy of Four Places zitten nou aan elkaar. Hier, Super Freddy. Slaat heel ver uit. Four Play is een wat rustiger kunsthaasje. Ook zeker goed voor in de winter, maar loopt zeer ondiep. Een Super Freddy bijvoorbeeld, kan je heel diep vissen, je kan hem heel ondiep vissen. Staat heel ver uit, je kan hem zelf jerkbaiten. Hij wordt ook omschreven als een jerkbait, maar echt als een swimbait is hij top. Wees daar vooral niet te zuinig mee en ga je bijvoorbeeld trollen. Dit is misschien een beetje overdreven. Maar dan kan je bijvoorbeeld ook sets kopen. Dit is echt een mega set. Dit is een ding van mijn broers. Ik vis er nooit mee hoor. Dat vind ik wel heel erg overdreven. Maar er wordt gewoon gevangen op die dingen hoor. Maar als ik ga trollen, dan pak ik lekker gewoon een Screaming Devil. Ik weet niet of dat jullie hem kennen. Van Spro. Heel goed kunstaasje. Oh, ik zie dat ik hem af. Daarom zit hij hierin. Heel goed kunstaasje, echt gigantische herrie maakt het. Dat wekt veel agressie op ook. Hier. Neem dit gewoon mee voor trollen. Neem gewoon lekker al je Screaming Devils mee. Alle kleuren en maten. Je weet maar nooit wat deze wordt niet meer gemaakt, die roze. Maar dat is echt super. Neem gewoon alles mee. Vooral als je gaat trollen. En het is eigenlijk heel simpel. Gewoon pak gewoon wel natuurlijk kunstaas. Maar met een agressief teentje. Dus net als die Screaming Devil, die groene. Redelijk natuurlijke kleuren. Maar een fel rode buik. En ja, dat is gewoon zo super voor die vis. Dat is echt. Je wil niet weten hoeveel je daar soms vangt. En ja, ik denk dat ik het al bijna niet meer even hoef te zeggen. Tangen. Vergeet die tangen niet. Fox Rage tang. Ik had de eerste tijd heel erg mijn twijfels over die tangen die zo krom lopen. Ik dacht altijd van dat kan toch niet fijn zijn, dan zit je heel anders. Jongens, ik zal je één ding zeggen. Koop die tangen. Echt, het is zo makkelijk. Ik heb verder natuurlijk ook nog een normale tang. Hier deed ik dat het eerst mee, maar ik had laatst bijvoorbeeld had ik een snoekje. Die zat boven geraakt en onder geraakt, dus ik kon zijn bek ook niet open doen. Het lukte voor een meter met dit ding.
ik pakte deze dan en dan kon je precies bij een andere hoek kon je erin komen. Ik weet niet of dat puur toeval is hoor, maar zelf vind ik het een hele fijne tang. Kniptang. Gewoon kniptang. Gewoon niet vergeten. Gewoon die kniptang, die moet je gewoon gebruiken. Het is gewoon... Je zag het in de vorige video van Lucas, zag je het. Hij moest gewoon weer knippen. Hij moest gewoon weer knippen, anders dan kreeg hij de vis niet onthaakt. Vergeet die kniptangen gewoon niet. Een nijptang lukt een haak volgens mij ook mee. Je hoeft echt niet zo'n duur ding als dit te hebben. Een nijptang lukt het ook mee. Iedereen die heeft een kniptang in zijn schuur liggen. Neem hem gewoon mee. Misschien heb je hem nooit nodig, maar wat nou als je hem wel nodig hebt? Als je diep in de shit. Nou, dan nog eventjes onze hengels. Mijn hengels. Ik heb hier een Ron Thompson Flexi Jerk. Waarschijnlijk hebben jullie het al vaak genoeg gehoord. Met een Abbe Garcia Ambassadeur C4 railtje erop. Hier hangt een grote bus eraan. Het is een hengel van 1,80 meter. Ik ben zelf, zoals jullie waarschijnlijk wel eens hebben gezien, niet heel groot. En dan is het met een jerkbait wel fijn om een korte hengel te hebben. Ik heb ook nog een andere hengel, die is 1,85 meter. Dat is ook wel fijn. Maar dan merk ik toch dat ik tegen de grond ga tikken en zo. Ga dus als je voor een hengel gaat kijken, ga goed kijken. Ben je lang, ben je kort? Wat is de fijnste lengte? En test het gewoon eventjes uit in de winkel. Kijk gewoon van hoe ga ik ongeveer jerkbaiten en... hoe hou ik mijn hengel fijn beet? En is de hengel te lang, dan kijk je verder. Er zijn genoeg andere winkels. Dus nu kijk je op het internet. De lijn, dat is PowerPro, dus 2300ste. Ik geef zelf een voorkeur aan 2100ste PowerPro, dus gevlochten lijn. 2300ste, ja, we hebben nog een spoel hier thuis staan van 400 meter of zo uit Amerika. Dus ja, dan is het makkelijk. Maar... als ik jou zou ik zeggen, 2100ste, het is iets flexibeler. Er kan iets meer van op je spoel. Onderlijn is heel simpel. Titanium onderlijntje. Met een worteltje en zo eraan. Wel zelf gemaakt. Ik ga nog een keertje uitleggen hoe je die gewone onderlijnen zelf maakt. Het lijkt heel veel op Dota Aas onderlijn hoor. En ik zou zeggen, like eventjes onze Facebookpagina. Dan kan je nou hier zo op mijn hand kan je erop klikken. Ja, ik heb een verbandje op mijn hand. Hier zo op mijn hand kan je nou op de Facebookpagina klikken. Klik je boven eventjes op abonneren. Hier ergens, volgens mij. Als je wil, like de video. En dan zeg ik keep fishing. Later.